En ik verklaar hier officieel Venom on Stage 2017 voor geopend. Dank u wel. Is de vierde editie van Regio Venlo on Stage. Het beroepenfeest van Venlo, Groot Venlo, Horst en Pele Maas. Om kinderen een beter beroepsbeeld te geven van alle beroepen die er in het bedrijfsleven eigenlijk zijn. Is dat belangrijk? Ja, zeker belangrijk. In het kader van loopbaanoriëntatie en ontwikkeling proberen we leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het bedrijfsleven. Zo goed mogelijk beroepsbeeld te geven en een stukje mee op weg te helpen in de keuze van een verdere opleiding. In principe maken ze vandaag twee matches, twee afspraken om op 28 maart, boter bij de vis, de doedag, fysiek het bedrijf te gaan bezoeken. Dus vandaag hebben ze zich georiënteerd, hebben ze de afspraak gemaakt en 28 maart gaan ze met z'n allen naar al die bedrijven in de regio toe om een doedag in het bedrijfsleven te ondergaan. Ja, het is heel veel verschillende dingen en je kan uit veel kiezen. Een interessant evenement. Je kunt aan bepaalde bedrijven vragen wat ze nou precies doen in plaats van alleen maar een idee hebben van. Dus je bent continu bezig met informatie proberen te achterhalen. En ik vind dit evenement is een goed leerzaam evenement. Waarom is het zo druk hier, mevrouw? Ja, ze hebben allemaal interesse in het beroep, hè, als doktersassistenten. Is het een leuk beroep dan? Heel leuk beroep, het is altijd afwisselend. Ja, ik doe het met alle plezier. En vraag ik daarnet ook van, wat doe je allemaal? Ik zeg het elke dag anders, we zijn heel afwisselend, ja. Veel stickers uitgedeeld? Ik heb al aardig wat stickers uitgedeeld. Ja, namelijk ook hier bij de politie is toch een heel interessant beroep, heel divers beroep. En je merkt wel echt dat de jeugd daar... ja, interesse heeft, niet voor oren naar even hoe dat nou zit, wat wij doen. En ja, dan ben ik blij dat wij daar ook antwoord op kunnen geven op al die vragen van de jeugd. Wie wil dan niet, mevrouw? Ja, zo te zien heel veel, denk ik. Maar we hebben hier een speciale, want ja, hij is buiten dat wij voor het kantoor staan, voor de organisatie, is hij heel erg geïnteresseerd in het trainersvak. En dat is ook heel uniek, want dat zien we heel weinig. Dus daar hebben wij geen doedag voor, maar ik bied hem nu aan tot we kijken of we hem in contact kunnen brengen met de trainer van VV Venlo. Zodat hij van hem kan horen hoe is hij nou in het betaald voetbal terechtgekomen. Want hij is natuurlijk buiten oud speler, is hij terug het werkveld ingegaan als leraar en toen teruggekomen als trainer. En dat is natuurlijk een goed voorbeeld voor de leerlingen. Nee, het valt wel bij twee bedrijven. Mm-hmm. En ook twee bedrijven waar ik heen wou, dus het is goed gegaan. Wat vind jij ervan? Ja, ik vind het echt super leuk en super interessant om te leren. En er zijn super veel bedrijven. En ja, het is wel moeilijk kiezen, maar ik heb toch wel gekozen. Wat heb je gekozen? Advocaat en huisartsenpost. Verschillende beroepen, hè? Ja. En weet je al wat je wil gaan worden, of niet? Ja, nee, nog niet helemaal, maar ja, nee. Wat denkt u nu, hè? Heel veel jongeren hier geweest vandaag, hebben heel veel indrukken gemaakt. Blijft daar nog iets van over? Ah, zeker, ik weet het wel zeker. Het kan zomaar zijn, sowieso deze mensen zullen vroeg of laat allemaal een keer op de arbeidsmarkt verschijnen. En het kan zomaar zijn dat mensen hier naar aanleiding van het contact vandaag een keuze maken die er voor de rest van hun leven heel belangrijk is.